Macamos abonneren. Welkom bij een andere aflevering. Vandaag heb ik de heer Rietveld. Hans, welkom. Dank je. Macamos abonneren. Altijd stel ik deze vraag. Het woord Macamba, wat zegt dat? Wat roept dat? Gemengde gevoelens. In de eerste plaats, ik voel mezelf geen vreemdeling, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen Macamba, sommige Macamba's zien als een soort indringers. En ja, ik heb daar op Curaçao ook heel veel gesprekken mee over gehad met mensen van hoe ervaar je mij als blanke Nederlander hier op het eiland. Maar ik heb altijd, zolang ik hier in deze omgeving woon, altijd op basis van volstrekte gelijkheid met mensen van allerlei soorten achtergrond samengewerkt. En dat heeft me nooit moeite gekost. Wie is Hans? Laten we even gaan. Waar ben je geboren? Je jeugd? Ik ben geboren op 18 mei 1951 in Zaandam. Ah, oké. En ik ben in Zaandam opgegroeid op een tiende. Toen zijn wij verhuisd naar Heilo, dat is vlak onder Alkmaar. En ja, daar, vanuit daar ben ik dus op school gegaan in Alkmaar naar Rijks-HBS. Gelukkig dat ik die gehad heb, want het is een hele brede opleiding. Vervolgens ben ik naar de HTS gegaan, weg- en waterbouwkunde gestudeerd. En vanaf 1973 ben ik gaan werken. En toen ik een jaar of 7, 28 was, kreeg ik het idee van het zou toch wel leuk zijn om eens een keer buiten Nederland te gaan werken. Gewoon zomaar? Zomaar. En ik had eigenlijk de pijlen gericht op Azië, want ik was wel eens naar Sri Lanka geweest, naar Thailand. En ik dacht van, nou, dat lijkt me wel iets om eens een keer wat langer dan een week of drie te verblijven. En in te leven in de cultuur en weet ik van hem, ja. En eigenlijk, ja, dat mislukte eigenlijk omdat ze daar hoofdzakelijk mensen nodig hadden vanuit Engeland. Omdat het vaak Engelse conglomeraten waren die daar met integratieprojecten en zo bezig waren. Maar je was daar wel op vakantie geweest? Ik was daar wel op vakantie geweest, ja. Maar goed, dat ruikt dan naar meer, hè? Ja. 2, 3 weken is niet genoeg. Nee, een paar precies. Dagen maar dan krijg je wel een beetje een indruk. En dan denk je, nou, hoe zou het nou zijn? En eigenlijk ben ik richting Curaçao gegaan. Dankzij een feit, eigenlijk toeval. Dat mijn moeder een assistentie uit de Volkskrant onder mijn neus duwde. Van vacatures bij de dienst openbare werken Curaçao. Is dat niks voor jou dan? Dus na een periode, ik heb gesolliciteerd en na een sollicitatiesperiode van 20 maanden. Wat? 20 maanden, zo lang duurde het. Wauw. Ben ik op 3 januari 1985 naar Curaçao verhuisd voor een periode van 3 jaar. En ik was toen heilig van overtuigd van, nou ja goed, over 3 jaar sta ik weer op Schiphol en dan ga ik gewoon in Nederland weer door. Mm-hmm. Maar het is iets anders gelopen. Ik sta nog even besteld na 20 maanden. Ja. Kwam dat door de correspondentie van toen? Of, Nou ja, door procedures. Okay. Want er moest eerst budget worden aangevraagd voor een advertentie. Er moest een budget worden aangevraagd voor een reis van het hoofd van de dienst openbare werken en zijn medewerker personeelszaken. Mm-hmm. Naar Nederland voor die sollicitatiegesprekken. Daar heb ik eigenlijk een uitstekend gesprek gehad met Tuyo de Jong. Die was toen hoofd van de dienst openbaar werken. En Kai Rigot, dat was zijn hoofd personeelszaken. Daar heb ik nog altijd heb ik daar hele fijne herinneringen aan. En dan moet er weer een budget worden aangevraagd voor het opmaken van een contract. En zo ging dat maar door. Dus door. Ja, okay. Dus ik heb in april 1983 gesolliciteerd. En uiteindelijk in januari 1985 ben ik dus overgegaan. Patiëntie. Ja. Echt. Wauw. En eigenlijk na een paar jaar zag ik het helemaal niet meer zitten om naar Nederland terug te gaan. Mm-hmm. Dus ik ben... Je voelde je al gelijk geïntegreerd, no? Ja, ik voelde me meteen lekker. Ja. En
Na ruim bijna 4 jaar DOW op Curaçao ben ik overgestapt naar de Curaçaose Wegenbouwmaatschappij. Daar kreeg ik een baan aangeboden. En in 1992 kwam er ineens een vacature vrij voor de positie van de hoofddienst openbare werken op Bonaire. En ik was eigenlijk al een beetje verliefd geworden op Bonaire, omdat ik hier regelmatig kwam. Ik begon met de regatta's, later, want ik was ook zeiler. Ah, oké. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, weet je, ik doe het gewoon. Ik solliciteer gewoon, ik zie wel. En toen heb ik een heel leuk gesprek gehad. Mijn mooiste sollicitatiegesprek wat ik ooit gehad heb, dat was op een parkeerterrein van het winkelcentrum Colon, op Curaçao. Met Weyland Touloui di Domokassé. Die wilde eigenlijk mij op Curaçao even spreken. En we ontmoeten daar. Hij zat met zijn 2 dochters in de auto, die moest hij ophalen. En ze stonden op het parkeerterrein in de auto en ik stond er zo naast. En, dat was mijn eerste sollicitatiegesprek. Okay. Ja. Apart. Dat is zeker apart. Dat is zeker apart, daarom vergeet je dat ook nooit meer. Precies. En toen zei hij van, nou weet je wat, ik stuur je wel een ticket, dan moet je maar naar Bonaire komen en dan zullen we even met het voltallige BC. Oké, dus ik al een beetje zenuwachtig, het hele BC. Dat was maar 3 mensen dus. Mm-hmm. En de gezaghebber, fris goed gedrag. Werd ook een heel informeel gesprek eigenlijk, zonder heel veel officiële dingen, wel wat vragen, maar eigenlijk gezien mijn opleiding. Was het weer een gesprek, hè? Gewoon het was echt een gesprek, het was niet echt een interview, zeg maar. Dus, en toen werd ik aangenomen. En op 15 september 1992 ben ik daar begonnen. En we zitten in 2020. En we zitten nu in 2020, dus ja, reken maar uit. Ja. Ik zelf denk over 2 jaar, ik weet niet hoe hij het gaat doen, maar ik denk wel dat er een feestje moet komen. Of tenminste een borreltje, want je gaat de richting 30 jaar hier op Bonaire. Ja. Is niet niks? Nee. Nou, ik ervaar het niet als een belasting, hoor. Ik woon ook lekker gewoon midden in de wijk. Ik zit niet op een afgelegen locatie, maar alleen Makamba zo. Mm-hmm. Dat idee heeft men, hè? Als Makambas hier komen, dat ze echt in die... Ja, dat staat me tegen. Ik bedoel, dan zie je alleen maar... maar ik woon gewoon in Sabana. Calle Madrid, dat is gewoon net achter de grote kerk. Net tegenover Caspar Tirotico. Ken je waarschijnlijk wel. Ja, dat ken ik wel. En ik voel me daar heerlijk. Mm-hmm. We zitten op loopafstand van alle mogelijke voorzieningen af. En we hebben een lekker huisje met 3 slaapkamers en een badkamer. En een mooie tuin eromheen. Dat is belangrijk. En, ja. Ja, ja. Ben je maar nog goed. Ergens nog in Nederland geweest tussendoor? Of, ja, want ik had natuurlijk familie in Nederland. En, mijn ouders bereikten op een gegeven moment ook een kwetsbare leeftijd. Ze zijn inmiddels allebei overleden. In 2010 en 2015. En ja, met name in hun laatste levensfase, dan moet je toch wel regelmatig eventjes... daar kun je niet jarenlang wegblijven. En dan moet je ze toch regelmatig, zoals het heet, om de kop vatten. Ja. En ook bijstaan in praktische zaken en dergelijke. Ook mijn vader moest verhuisd worden van een verzorgingsafdeling naar een verpleegafdeling in een woonzorgcentrum. Ja, dat brengt wel het een en ander met zich mee. Een boom van 93 verplanten, dat valt niet mee. Nee. Daar zit een hele hoop emotie bij, dat kan ik je echt wel vertellen. En ook vrij kort voordat hij kwam te overlijden ben ik ook nog een keer eventjes een dikke week naar hem toe geweest om hem even elke dag te zien. En, maar je wist het al, hè? Maar het was al bekend. Het was, terminaal dement, zeg maar. Het is niet, hij had geen kanker of wat ook, maar hij is gewoon pure ouderdom en vasculaire dementie, zoals dat heet. Dus geen Alzheimer, maar eigenlijk een soort aderverkalking in je hoofd. Maar hij is toch nog 95 geworden, dus wat dat er gaat, ik kan zeggen van... Dus ik was in augustus bij hem geweest en in september kon ik weer terug voor de uitvaart. Levenswaar, kan ik me voorstellen. Dat is spittig. Want al weet je het, al zie je het, maar ik denk toch... Nee, realiteit... maar als de mededeling komt, dan ga je toch door de grond heen. Ja. Ja. Heb je nog verder broers en zussen? Ik heb 1 zus.
Die is een paar jaar ouder dan ik. En ja, er is heel veel contact mee uiteraard. En tegenwoordig helemaal met de media die we tegenwoordig kennen. Hè? Ja. Wij zijn pas in 2003 eigenlijk met internet en e-mail begonnen. Dus. Daarvoor was het... Ja, schrijven en veel bellen, telefoonrekeningen van... Even snel hallo, ja, dag hallo. En dan gelijk op. Ja, ja, maar dat lukt niet met ouders die al op leeftijd zijn. Maar waar ik wel heel dankbaar voor ben, is dat mijn ouders altijd nog tot 2005 elk jaar naar Bonaire kwamen. Hoe oud ze ook waren, elke keer toch weer die 10 uur vliegen. Om hierheen te komen. Om hierheen te komen. En de laatste 2 jaar zijn ze eigenlijk niet echt het huis meer uit geweest. Mijn vader ging graag nog een beetje wandelen. Mijn moeders bleef lekker thuis met de poesjes. En dat is iets waar ik nog altijd heel dankbaar voor ben. Op een gegeven moment, ja, in 2005 toen ze weggingen, toen wisten we echt, nou, die gaan niet meer terugkomen. Dat gaan ze niet meer opbrengen. En dat is ook even een flinke hik, ja. Want al weet je, al zie je, het is toch anders wanneer je gebeld wordt en met realiteit geconfronteerd wordt van, ja, het is zo ver. Ja. Dus... Ja, verder ben ik ben elke dag dankbaar dat ik op dit eiland mag wonen. Mm-hmm. En daar ben ik me altijd nog heel bewust van. Elke keer als ik de tuin instap, als ik langs de kade rij, als ik Cerro Largo opga, als ik bij Gotomeer de stilte sta, van de stilte te genieten, dan denk ik, wauw. Dat had ook anders uitgepakt, hè? Want je had ook in Azië kunnen zitten nu, bij wijze van. Bij wijze van, ja, goed. Het is eigenlijk de advertentie die mijn moeder onder mijn neus duwde toen ik 32 was. Ja, die heeft mijn leven veranderd, kun je zeggen. Ja. En niet zo'n klein beetje ook. Ja, want nu ben je niet eens meer op Curaçao, dan ben je ietsjes verder. Maar ja. Het had, daarom zeg ik, je had ook niet... Vergeet... Ja. Dit is ook een mooie trouwens, die wil ik je niet onthouden. Mm-hmm. Toen, ik was op Curaçao best wel een beetje een wilde jongen. Ik zeezeilen naar Venezuela en allemaal duiken. Toen had ik op een gegeven moment gesolliciteerd naar Bonaire. En toen was ik aangenomen. En toen belde ik maar naar huis om dat door te geven. Mijn moeder nam de telefoon op. En ik zeg, met mevrouw Rietveld. Ja. Dag mevrouw Rietveld. Ik spreek met het toekomstige hoofd van de dienst openbare werken Bonaire. En toen reageerde zij met, wat heb je nou weer gedaan? Oh. Hoe vind je die? Wat heb je nou weer gedaan? Wat heb je nou weer gedaan? Ik heb je een keer zo gestuurd en dan bel je om te zeggen, wat heb je nou gedaan? Maar zo ging dat. Maar ze was wel blij, neem ik aan. Ja, uiteindelijk wel. Toen ik had uitgelegd wat er precies gebeurd was, het overviel er een beetje. Want deze sollicitatie ging namelijk heel snel. Ik had geschreven, binnen 2 weken stond Toulouse Democratie voor mijn neus. En een paar weken later was het gesprek met het bestuurscollege. En nog 1 week of 3 daarna lag mijn contract voor mijn neus. Dat is echt niet te geloven. Ja, vergeleken met... Ja, dat was wel even iets heel anders. En ik moet zeggen, toen ik hier op Bonaire kwam werken, het was primitief. Ik bedoel, ik was gewend op Curaçao om met computers te werken en weet ik wat nog meer. En toen kwam ik hier op Bonaire en ik installeerde me bij de dienst openbare werken. En de kantoor, de hele kantooruitrusting van de dienst openbare werken destijds bestond uit een telefooninstallatie. Mm-hmm. En een hele oude elektrische schrijfmachine. Schrijfmachine, ja. Ja. Waarbij als je een beetje geleesbaar wilde schrijven, moest je elke toets 2 keer indrukken. Oké. Ik nam uit Curaçao een computer mee, die had ik overgehouden aan een project. Riolering Autobanden, dat was een project waar ik in 1985 had meegeschreven aan het projectdossier. En in 1991 was ik de projectleider voor de uitvoering daarvan. Dat vond ik een hele mooie. En die
die computer die zette ik dus in mijn kantoor neer. Mm-hmm. En 7-8 man stonden om me heen. Zeiden, oh, wat is dat nou zeg? Serieus? Echt stenen tijdperk. Je bleef lachen. Hoe voel je je daarbij? Nou, weet je. Ik denk van, ja, dit is een uitdaging die wil ik aan. Om daar iets van te maken. Mm-hmm. En dat is nog gelukt ook. Ja, ook een beetje tegen de verdrukking in, hier en daar. Maar ja, ik ben nooit de beroerd geweest om een beetje tegen de stroom in te roeien. Dus, mm-hmm. Maar wel een party eerste werkdag. Ja, dat was ja echt. Dat was een eye-opener van je welzijn, dat kun je zeggen. Ja. Maar ik neem aan, gaande tijd heb je daar verandering ja, in. Ja, tuurlijk. Ja. Het werd geautomatiseerd. Dus je gaat mee in de vaart van ontwikkelingen. En dat geldt voor het hele eilandgebied natuurlijk. Toen nog eilandgebied, tegenwoordig. Openbaar liggen. Maar ja, dat was wel een verrijking. Maar toen kwam, ja, toen viel ik eigenlijk in een soort stroomversnelling. Want toen was er sprake van twee dingen. In de eerste plaats moest er een ambtelijke uitwerking worden gemaakt van het rapport Poirier. Over de sociaal-economische ontwikkeling van Bonaire. Dat was gewoon een raamwerk en daar moest dus ambtelijk invulling op worden gegeven. En dat deden wij met de diensthoofden samen. In de tweede plaats begon er een totale reorganisatie van het overheidsapparaat. Waar ook een consultant voor uit Nederland was ingehuurd, en zeker Hans Frankenmolen. Waar ik ook heel veel mee gewerkt heb. Plus het leiden van een dienst met 120 man. Wow. En een hele platte organisatie, want het was één hoofd en 120 man eronder. Hè? Er zat niks tussen. Niks tussen, ja. Nee, dat was wel ook een verrijkende ervaring, hoor. In tegenstelling tot mijn voorganger had ik zoiets van, als iemand een probleem heeft, kan hij bij me komen praten. Af en toe heb ik gedacht van, had ik het maar nooit gedaan. Maar het was toch, ik had heel veel contact met mijn medewerkers. En dat mijn voorganger had hier 7 jaar gezeten en daar hadden ze bijna nooit mee gepraat. Dat was iedereen die was. En ja, als ik al die mensen waar ik toen gewerkt heb, als die nog tegenkom, is het altijd, hé hey, Jantje. En een hug en ja. Zo van. Het zijn steeds mijn vrienden geworden. Ja. Het werd echt gewaardeerd. Ja, enorm. Ja. Ja, ik denk dat het ook het feit is dat dat niet, hier niet gewend is om zomaar naar je baas te kunnen lopen om te vertellen. Dus ja. Ik neem aan voor hem zo van, wow, kunnen we echt naar jou toe en gewoon praten? En dat denk ik dat het is. En dan antwoord krijgen ook. Ja, ik bedoel, precies. Niet alleen maar van je afpraten, maar dan ook. Ik hielp ook mensen waar het nodig was. Ja. Ja, ik denk dat dat het is dat je zulke reacties krijgt tot vandaag. Dat ja. Gewaardeerd. Ja. En nog steeds waardeerd, want als ze je tegenkomen, dan merk je dat nog. Nou, nee, precies. En helaas werd mijn contract niet verlengd. En dat had een politieke achtergrond. Uh-huh. Daar werd helemaal niet geheimzinnig over gedaan, trouwens, hoor. Ik was door de UPB aangenomen. Uh-huh. En in augustus 95 was de DP ineens de grootste. Mm-hmm. Ja. Ja, dan verandert alles, hè? Dan verandert alles, ja. En een hele hoop mensen wilden niet dat ik wegging, maar bepaalde personen binnen de partijtop die vonden dat er iemand die door de UPB was aangenomen. En dat werd mij ook op die manier verteld. Ik zei, ja, sorry, maar van ons hoef je niet weg, maar voor die en die reden. Ja. Okay. Maar ja, goed, toen wilde ik niet weg, dus ik ben eigenlijk als ZZP'er hier doorgegaan. En het leuke is, toen ik hier werd geïntroduceerd als hoofd van de diensten openbare werken, toen elk nieuw diensthoofd werd toen door de afdeling protocol, voorlichting protocol, geïnterviewd en er kwam een krantenartikeltje voor. En in dat gesprek met Ludovic Nicolaas destijds, gaf ik aan van, ja, als duiker, ik vind dat er op Bonaire riolering moet komen. Mm-hmm. En dat kwam met zo'n kop in de krant. Is iedereen van, nog zeg, dus het leuke is, ik ben inmiddels met pensioen. Het laatste project wat ik als
actief ZZP'er gedaan heb, is deelnemen in het directievoeringsteam van de uitvoering van het rioleringsproject. En dat was mijn carrièreafsluiting. Dat is toch mooi? Dat vind ik. Dat is mooie top, afsluiting, top. Toch? Ja, top. Toen ging ik echt zo van... En er is zoveel weerstand geweest tegen de uitvoering van dat werk. Met name vanuit Curaçao, het departement van ontwikkelingssamenwerking. Die hebben heel lang dat project maar tegengehouden met allerlei... Omdat de gelden die daarvoor gereserveerd waren, liever door Curaçao werden ingepikt. Toenmalige directeur van het departement van ontwikkelingssamenwerking, die had daar nogal wat problemen mee om die gelden daar. Uiteindelijk, na veel duwen en trekken, is dat uiteindelijk toch doorgegaan. Ik heb dus een rol mogen spelen in de uitvoering daarvan. Het heeft lang geduurd, hè? Want ik weet het nog, tot zover ik het kon volgen, inderdaad. Het was elke keer zo'n een beetje pingpongballetje met dat project van ja, En dan weer de la in en dan weer uit. En dan ging er weer wat zitten en die kwam er niet uit en ging er weer de la in. En oh ja, dan moet er een... Waar ik me ontzettend kwaad over heb gemaakt, dat is dat voor Bonaire moest worden vastgesteld dat het niet wenselijk was om afvalwater op open zee te lozen. Ik heb zelf een project uitgevoerd op Curaçao, riolering Outrebanden, waar dat juist het doel was om dat dus niet te doen. Maar voor Bonaire moest het toch apart worden vastgesteld. Vervolgens moest er een pre-feasibility study worden gedaan over het te kiezen waterzuiveringssysteem. Terwijl op Curaçao 3 verschillende systemen functioneren. Er was dus lokale expertise. Die werd ons ook aangeboden door medewerkers. Want die mensen die kende ik ook vanuit mijn periode als riolering Outrebanden. Dus die boden aan van nou Hans, als jij daar op Bonaire zit en jullie gaan naar waterzuivering... Wij hebben de nodige ervaring en dan kunnen we jullie wel ondersteunen. En toch? En toch. Moest er weer een pre-feasibility study. Zo is dat dus inderdaad heel lang tegengegaan. Ja. Okay. Maar kan ons abonneren? We zijn zo weer terug. Hans Rietveld, maar kan ons abonneren? Hans, je hebt... een hele lange traject gewerkt aan verschillende projecten. Is er één specifiek project dat je zegt, weet je, die vond ik echt het mooiste dat ik heb gedaan? Het rioleringsproject. Ja. Daar ben ik zeker omdat het zo lang geduurd heeft voordat het zover kwam. Is het dubbel bevredigend dat ik daar een redelijk belangrijke rol in heb mogen spelen. Ja. Maar we gaan het even hebben over je leven hier op Bonaire. Want we hebben het gehad over je werk, hoe je hier bent beland. Ondertussen bijna 30 jaar hier op het eiland. Naast je werk, je vertelde over zeilen. Ik ben op Curaçao Westerzeilen geweest. Ik zat niet in de top, maar ik kon wel redelijk meekomen. ik was duiker. Doe je dat nog steeds? Of? Nee, ik ben een jaar of 11 geleden gestopt. Okay. Ik vond het mooi zo. Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb fantastische dingen gedaan. Ik heb 22 jaar gedoken. Ik heb door het hele Caribische gebied heen gedoken. Dus op Curaçao, Klein Curaçao, Bonaire, Klein Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Antigua, Sint Kitts, Sint Croix. Mijn vaste duikmaat op Bonaire werd uiteindelijk Ernst Wesselius. Ja, ook wel bekend waarschijnlijk. Die vorig jaar november is overleden, helaas. Daar heb ik ook heel spectaculaire dingen mee meegemaakt. Hij was officier van justitie. En de eerste 3 maanden dat hij officier was, heeft hij, dacht ik, de 15 zwaarste criminelen van het eiland achter de tralies gekregen binnen 3 maanden. En een van die figuren was de moordenaar van het echtpaar Pleumakers. Edward Josevia.
Maar die zat gevangen op Curaçao en die ontsnapte. En die had gezworen dat, dat hij Ernst Wesselius wel even een kopje kleiner zou maken. Maar wij hadden een duik gepland en wij gingen duiken. Maar dat moest van het Openbaar Ministerie met bescherming. Dus we hadden een pick-up met twee zwaar bewapende mariniers mee. Met allemaal behangen met communicatieapparatuur en grote shotguns. Weet je wat je in de film ziet, maar dan... Ja, je houdt het niet voor mogelijk. En maar op de een of andere manier heeft het me nooit echt beïnvloed in de zin van dat ik bang ben geweest of zo. Maar ik liet het over me heen komen. Denk van. Maar als ik achteraf denk, jezus, wat had ik op hun gekund? We zijn gaan duiken bij Andrea 1. En... Nou goed, wij maakten vrij lange duiken altijd, zo'n uur, anderhalf uur, soms tegen de twee uur aan, op één tank. We waren echt hele geoefende duikers. Maar dan kom je terug en je steekt je kop weer boven water en dan moet je maar afwachten wat je dan ziet. Hè? Want ik weet niet wat er gebeurd kunnen zijn, maar goed, die pick-up die stond er nog gewoon, die jongens die stonden te wachten. We zijn teruggereden naar... De Yellow Submarine, waar we onze altijd samenkwamen, hij vulde daar zijn tanks. Dus dat was wel een hele aparte ervaring. Ja. Om met gewapende escorten te gaan duiken. Ja. Dus ja. Ja. Dit is je hobby lang, dit is allebei lang je hobby's geweest. Ja. Zeilen duiken. Ja, op Curaçao heb ik ook nog gevoetbald en getennist en gebadmintond. Ik was al een getrainde jongen toen. Dat is hier wat rustiger geworden. Maar ik hou mezelf nog wel goed in conditie hoor. Drie keer in de week ga ik met mijn buddy in life lopen en hardlopen langs de waterkant, langs de kade. Vanaf Chachacha Beach tot aan Playa Leche, zeg maar. En terug. Dat houdt je goed in conditie. Bezig, hè? Precies, ja. je bent dus best wel sportief ingesteld. Dus altijd al geweest. Mm. Ik heb altijd gebadmintond en getennist en ook in Nederland al. Ja. Ik ben in Nederland ook bestuurder geweest van een grote sportvereniging in Scharen van 1000 leden. Penningmeester nog wel. Zoveel leden. Wauw. Ja. Vier afdelingen. Wauw. Ja. Hoe deed je dat? Badminton, tafeltennis, basketbal en volleybal. Ja. Ja, dat weet ik niet. Het is heel bizar, maar ik had meer dan fulltime baan in Nederland. En daarnaast was ik bezig om mijn eigen huis te verbouwen. Daarnaast was ik bestuurder, penningmeester van een grote sportvereniging. En ik was ook nog regisseur van een bejaardenomroep. En lag hier 24 uur. Ja. En die maakte ik wel bijna vol, ja. Want als ik jou zo denk, oké, moet achter slapen, dus. Maar ja, je bent in de kracht van je leven. Hoeveel mensen van 18 in de 20, voor in de 30 jaar doen dat soort dingen? Mm-hmm. Ik beschouw mezelf niet bepaald als een uitzondering. En het is allemaal wel gelukt. Gelukt ook, ja. Het is... Het was af en toe flink doorbijten, maar ja. Die sportverenigingen, was je al vanaf schooltijd mee begonnen of was het iets dat daarna zeg je van sport? Eigenlijk ben ik pas echt actief gaan sporten toen ik een jaar of 18, 19 was. Ja. Dat was hoofdzakelijk tennis. Ja. Daar begon het mee? Ja. Okay. Nooit een topper geworden, maar... Het gaat om het idee, ja? Het ging idee puur voor de beweging en dus omdat ik het leuk vond. En, Ja, dat is meer voor jou dan de beweging niet echt. Ja, precies. Om, ja. Ik had geen hoog doel wat ik wilde bereiken. Want, weet je, ik heb eigenlijk, als ik zo terugkijk op mijn hele carrière, heb ik eigenlijk nooit echt een specifieke carrière nagestreefd. Ik ben iemand geweest die... dingen oppakte die op mijn pad kwamen. Want, laten we niet vergeten, wat heb je gestudeerd?
weg aan waterbouwkunde. Mm-hmm. Maar... Heb je uiteindelijk wel gedaan, maar ertussenin heb je wel wat anders... Ja, maar weet je wat het is? Kijk... je kunt, als je techniek gestudeerd hebt, kun je twee kanten op. Je kunt in de diepte de techniek ingaan. Of je kunt je breed oriënterend opstellen en zeggen van... Nou ja, ik doe gewoon dingen waar ik die mij wel aanspreken. Want als je heel diep in een bepaalde techniek duikt... dan heb je ook maar een beperkte mogelijkheid om dingen te doen. Dan word je een echte specialist. En ik heb juist weg- en waterbouwkunde gestudeerd, omdat je daar ook vaak in. Weg- en waterbouwers ook vaak in bouwmanagement terugkomen. En toen ik bij de gemeente. Ik ben begonnen bij een technisch adviesbureau. En toen ben ik bij een aannemer gaan werken van Hattem en Blankenvoort. En toen ben ik bij de gemeente Alkmaar gaan werken. En in het begin stond ik gewoon achter de tekentafel en maakte berekeningen, tekeningen, weet ik wat nog meer. Maar op een gegeven moment kreeg ik een soort taakverschuiving. En toen ik een jaar of 27 was, toen zat ik eigenlijk al in het projectmanagement. En vanaf dat moment hou je eigenlijk niet meer zo bezig met techniek. Ja, wel een beetje technische achtergrond. Maar niet meer achter je tafeltje. Nee. Je gaat je bezighouden met dingen die je niet op school leert. Ik noem dat altijd het gelul eromheen. Mm-hmm. Dus bouwvergaderingen organiseren, onderhandelen met aannemers, begrotingen maken. Dat leren ze je niet op school? Dat leren ze je niet op school. Althans niet in de tijd dat ik op de HTN en ik zat op een goede in Haarlem. Mm-hmm. Maar dat... En dat doe je natuurlijk wel met je technische kennis als achtergrond. Dus als er ook technische beslissingen moesten worden genomen, dan kon je die ook nemen. Want je hebt natuurlijk die achtergrond. Maar je bent eigenlijk nog maar, nou, zeg maar 10% van je tijd met techniek bezig. En voor de rest met organisatie eigenlijk. Het is een heel wonderlijk proces. Het is toch een andere maar ik wereld, heb dat, ja, maar ik heb er toch altijd wel lekker in gevoeld. Ik ben... van nature geen leider. Niet iemand die uit zichzelf voor de troepen gaat staan. Maar op het moment dat ik in die positie terechtkwam, en dat is me helaas vaker nog overkomen, dan wist ik er toch wel mee om te gaan. Maar ik deed het niet vanuit een soort autoritaire opstelling, maar vanuit overlegmodellen. En dan sta je er nog versteld van hoe vaak je zin krijgt. Als je maar beargumenteert. Daarom ben ik ook altijd... ja. Ik heb altijd heel sterk de neiging gehad om dingen uit te leggen aan iedereen. Misschien was ik wel geschikt geweest voor het onderwijs, maar dat trok me helemaal niet. Maar dat merk ik ook in contacten met cliënten die ik ook als ZZP'er had. Dat elke beslissing die ik om elke beslissing die ik vroeg bij een cliënt, had ik een heel pak argumenten klaar altijd. Het is allemaal helemaal onderbouwd. En, ja, omdat je wist dat je die vragen gaat krijgen. Precies. Dus dat wilde ik bij voorbaat al voor zijn. En dus, ja. Maar goed, zo kweek je ook vertrouwen bij cliënten. Dat je dus op een gegeven moment wel serieus genomen wordt. Want het straalt ook van dat je werk serieus neemt en precies, ook voorbereid precies, bent. Precies. En de klant ziet ook van, oké, deze persoon weet waarom hij het heeft. En die heeft zijn onderzoek gedaan. Dus daar kan je makkelijk mee zaken doen. Ja, precies. En dus heb ik... Ja, ik heb eigenlijk nooit... Ja, weet je, in een kleine economie als Bonaire is het vaak hollen of stilstaan. Hè? Mm-hmm. En die momenten van stilstaan heb ik ook gehad, hoor. Dus dat ik af en toe dacht van, oh, god jongens. En nu? Ja. Wat moet ik met mijn dag? Nou ja, weet je, ik ga maar even rondrijden en kijken of ik iemand tegenkom. En dat had je nog in de auto, dat was ook zo lachen. Met een beperkte communicatie, ook als DOW-hoofd destijds. Moest je vaak je toegevlucht nemen om mensen te bereiken door gewoon de weg op te gaan. En dan zie je dat je ze tegenkomt, dus een klem rijdt. Van jou moet ik hebben. In de auto rondrijden? Ja. Ja, die thema's ik, natuurlijk ik heb dat verschillende malen. Toen de tijd was Hans Bonarius, die was manager van wat nu BVM Infrastructuur heet. Dat was toen de Bonariaanse Wegenbouwmaatschappij. En ja, als die vaak was
vaak telefonisch zo moeilijk te bereiken. En van, nou weet je wat, ik weet ongeveer waar hij uithangt. Dus stapte ik in de auto. En dan reed ik hem letterlijk klem. Hans, jou moet ik even hebben. En dan maakte ik afspraken. Oké, kom voor elkaar, blablabla. Dat is ook een spannende manier van werken. Ook anders. En ook in de tijd dat de mobiele telefoons in Zwankraar kwamen, had je ook nog vaak, sommige mensen liepen met 3 of 4 van die dingen rond, maar ze waren nooit bereikbaar. Dus wat ik dus dan vaak deed, was briefjes op deuren plakken, weet je wel. Please, bellen. Dat en dat nummer. En dat werkte ook. Hey, zolang wat voor werk, toch? Kijk, precies. Dus als mensen dan zeggen van, ja, we moeten dus, laten we zeggen, kennisonderwijs onderschikt maken aan 21st century skills. Dan raken, als je daar echt werk van maakt, dan raken mensen dus dat improvisatievermogen kwijt. Ja. Want op het moment dat de elektriciteit uitvalt, dan heb je een probleem. Maar niemand weet meer wat te doen. Nee, precies. Maar iemand die dus, zoals ik, dus gewoon briefjes op deuren blijft plakken, die komt altijd wel eens terug. Dat gaat nooit mis, hè? Dat gaat nooit mis. Nee. Dat gaat bijna nooit mis. Verdomd, is niet waar. Het is heel, ja. Ook creatief. Ik bedoel, ja, je moet op een gegeven moment wat, hè? Ja, tuurlijk. Je belt, je kan hem niet bereiken. Je gaat op straat, je vindt hem niet. Dus, er moeten wel alternatieven gezocht worden. Precies. Dus ja. Maar ik merk ook wel dat je plezier hebt gehad in je werk en nog steeds. Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld als een man jullie vraagt van Hans, kan je even helpen met whatsoever in de trend van wat je gedaan hebt, dat je dat alsnog met plezier doet, of niet? Toch wel, ja. Zeker. Mm-hmm. Ja. Hans, wat heb je nog meer gedaan? Want ik neem aan, er zijn nog meer dingen waar je mee bezig houdt, of niet? Ja, dat klopt. En heel belangrijk is monumentenzorg. Vanaf eigenlijk dat ik op het eiland. Ik ben van jongs af aan altijd in architectuur en oude cultuur geïnteresseerd geweest. En ja, toen ik hier op Bonaire kwam, zag ik dat het hele eiland vol staat met kleine monumenten. En ik denk, jeetje, daar moet wat aan gedaan worden om dat bewaard te blijven. Want ik zag ze ook snel verdwijnen hier en daar. Dus heb ik een oude Stichting Monumentenzorg heb ik gereactiveerd, zeg maar. Die bestond al vanaf 1980 af. En toen zijn we aan de slag gegaan om een structuur te ontwerpen voor het behoud van de monumenten, ook de financiering ervan. Kijk, er zijn heel veel. Bonaire heeft heel veel kleine monumenten, kleine woonhuizen, die eigendom zijn van vaak oudere mensen met weinig geld. Die moeten in de staat worden gesteld om hun monument fatsoenlijk te kunnen onderhouden. En daar moet je dus eigenlijk een structuur voor hebben om daarvoor de financiering te regelen en er mensen te adviseren om hoe ze dat moeten doen. En die structuur bestaat hoofdzakelijk uit een wetgeving, om het maar mee te beginnen. En die wetgeving omvat onder andere de oprichting van een monumentenraad. Een monumentenraad is een groep mensen die het bestuurscollege gevraagd en ongevraagd advies dient omtrent monumenten. En een monumentenfonds, dus een fonds wat alle financiën beheert wat die beschikbaar komen voor het monumentenherstel. En die fondsen die komen gedeeltelijk van lokale banken, gedeeltelijk van de lokale overheid en gedeeltelijk bijvoorbeeld uit een nationaal restauratiefonds. Ja, en het mikpunt was om in elk geval om te beginnen om 1 miljoen per jaar daarvoor beschikbaar te hebben, $1 miljoen. En eind 2017 stond die structuur dus helemaal keurig klaar met alle papieren getekend, statuten en de hele boel klaar. En toen was er helaas een bestuurscollege wat zei van ja, maar wij trekken een lokale bijdrage voor het monumentenfonds trekken we uit de begroting vandaan. Ja, dat is een moment dat even de moed in je schoenen zakt, want dan denk je van, nou, daar ben ik al die jaren aan het streven geweest, want ik ben er echt 23 jaar mee bezig. Ik ben in 1997 begonnen om
een inventarisatie te maken van wat er allemaal aan monumentjes stond hier. En dat zijn er meer dan 600, hè? Dus vergis je niet, dat is echt wel de moeite waard om iets voor te doen. En, maar ondertussen begint het langzaam weer op te krabbelen, dus wij zijn weer middelen op de begroting gezet. Voor dit jaar, ik zag het. Stond in de extra, gelukkig, prominent. Dat weet ik, want ja. Ja, en nou hoop ik dat we dus weer fatsoenlijk aan de slag kunnen met dat hele verhaal. Want het wordt wel het... aanpassingen, hè? Want het is lang geleden, toch? Ja. En laten we zeggen, het monumentenfonds was opgericht. En de Raad van Commissarissen is vanwege het feit dat het lokale financieringsdeel werd teruggetrokken door de overheid. Zonder iets te zeggen aan iedereen. En die zijn al een blok opgestapt en ik hoop dat die weer te motiveren zijn om dat weer op te gaan pakken. En dat is wel een hele belangrijke factor in het geheel. Je bent met pensioen, maar ik heb het idee dat je toch nog bezig bent of ik kan zijn. Ik ben bezig. Nou, op dit moment is het heel rustig en daar ben ik niet echt rauwig om, moet ik zeggen. Ik vind het ook wel eens lekker om eens een dag niks te doen. Ik lees tegenwoordig heel veel. Wat ik de laatste jaren best wel regelmatig gedaan heb is technische inspecties doen van woningen in de verkoop. Dus meestal werd ik dan benaderd door een makelaar en die heeft dan die cliënt en die zegt van nou, ik wil toch graag. Dat staat ook vaak in de voorwaarden voor koopovereenkomsten of voorlopige koopovereenkomsten. Dat er een technische inspectie moet plaatsvinden. Oh. En daar ben ik eigenlijk min of meer ingerold ook. Heb je dat weer? Ja, precies. Hoe ben je daar ingerold? Ik ben op een gegeven moment benaderd door Martijn Eichhoorn van Sunbelt Realty. En die belde mij van Hans. Daar heeft iemand mij gevraagd om een technische inspectie te doen van een huis. Een KM Monsieur Nieuwind, dat vergeet ik nooit meer. Het huis kan blindelings vinden. En die wil een technische inspectie. Oh, zou jij dat kunnen doen? Ik zei, ja joh, ik wil het wel proberen. Dus eigenlijk ging je blindeling een beetje. Eigenlijk ja, ik wist helemaal niet wat ik me erbij moest voorstellen. Ik zei, nou ja, heb je iets van een model of zo? Nee, helemaal niet. Oké. Dus ik ben er gewoon met open vizier naartoe gegaan. Mm-hmm. En ik heb gekeken van of alles werkte, of er ergens scheuren zaten, mm-hmm. of lekkages en dergelijke. Maar goed, als je dat 1, 2, 3, 4, 5 keer gedaan hebt, dan ontwikkel je een bepaalde methodiek. En dan maak je op een gegeven moment ook een inspectieformulier. Waarin je al het, zodat je weet dat je niks overslaat. Mm-hmm. En ondertussen liep dat op tot vorig jaar heb ik 38 van die inspecties gedaan. Met rapportage. Dat begint al bijna een dagtaak te worden. Ja, want de rapport. Het is leuk, maar dat moet ook kloppen. Dus daar moet echt wel wat tijd aan besteed worden. Dat doe je niet zomaar even. En ik heb gelukkig altijd hoge uitzonderingen naar hele positieve reacties gekregen. Dus, maar op dit moment ligt die hele real estate ligt een beetje plat. Dus daar komt ook weinig uit. Maar ik heb af en toe nog wel wat projectbegeleiding gedaan, bouwbegeleiding. Want bouwen gaat nog steeds door. Oh. Man, het is op dit moment een gekhuis. Ja, want ik zag tijdens de lockdown, als ik het zo mag noemen. Ja. Het enige sector dat ik dacht dat maar bleef draaien en schepen binnenkwamen met zand en blokjes, was de bouw. Drie schepen per week. Mm-hmm. Ik bedoel, dat heeft Bonaire nog nooit gekend. Maar ja, dat is Van der Valk is voor 45 miljoen aan het verbouwen. Er wordt een Chergogo resort waar Sunset Beach gestaan heeft neergezet. Okay. Op Belnijmstraat een groot resort waar die Haafkes mee bezig is. Er zijn, ik weet niet hoeveel, als je gaat rondrijden, hele woonwijken zijn erbij gebouwd de afgelopen jaar. Ik ontdekte de laatste eentje op Playa Pabau. En ik dacht, wat is dat? Deze dan?
Ik zag een aantal pallets met betonstraatstenen staan. En ik dacht, oh, dan ga ik even naartoe. Ja, krijg nou. Tientallen. Op Hato. Mm-hmm. Daar wordt ook gebouwd bij het leger. Er zijn, nou, ettelijke grote huizen op Sabadeco in aanbouw. Dus ja, jeetje, de bouwsector die komt niks tekort. En misschien is dat ook wel de redding voor een deel van het eiland. Want met de BOPEC die stilvalt. Horeca die... maar goed, nou, kijk, het is niet alleen bouwvakkers wat je nodig hebt. Maar ook dus administratief personeel en dergelijke. En ook een hele hoop mensen die bij de BOPEC gewerkt hebben. Die kunnen ook in de bouw terecht. Dus... Ik hoop dat dat gebeurt. Ik weet het niet, want ik zit niet meer zo in die bouwwereld dat ik daar zicht op heb. Maar ja, er gebeurt op dit moment zoveel op dat gebied. Dat is toch wel nu een economische pijler van je welstand geworden. Denk je dat dit, zeg maar, de rustmoment noemen die we gehad hebben, dat Bonaire dat nodig had om weer te bloeien? Ja, denk het wel. Op een andere manier. Ik bedoel, mijn vrouw schildert. En die heeft een stand op de cruisemarkt. Verkoopt haar schilderijen en producten die ze ervan maakt. En dat is best pittig, want je moet elke dag die stand opbouwen en weer opruimen. 5-6 dagen per week kwamen we van die grote bakbezen, soms 2 tegelijk. Dat betekent ook een enorme belasting voor het eiland. Want eigenlijk ben ik wel tot de conclusie gekomen dat de infrastructuur, de Bonaire, te klein is voor zoveel toeristen in één keer. Mm-hmm. Want als je dan rond gaat rijden, dan zie je op al die mooie plekken verdringen toeristen elkaar. Groot Toermeerwijn, waar normaal gesproken de stilte kan horen. Dan lopen dan 200-300 man rond te kwetteren. En dan denk je, oh, dit moet je niet willen. Echt niet. Yeah. Dit moet je niet blijven willen. Mm-hmm. Bonaire helpt zichzelf. En daar wordt ook serieus over nagedacht, heb ik de indruk. Oké, we willen wel terug naar een bepaalde vorm van toerisme, maar niet zo massaal. Een beetje low-key en niet zo massaal. Mm-hmm. Want ik merk ook, of je hoort ook in gesprekken, men het wel wil, maar wat je zegt, niet zo groot, want 2 schepen is volgens een heleboel al te veel voor zo'n kleine eiland. Ja. Eentje al met... En misschien 2-3 dagen in de week. En niet soms 10-12 dagen achter elkaar, wat we ook gezien hebben. Ja. Nou, dat is ook voor mensen op zo'n markt, is dat ook slopend. Ik help dan elke dag opbouwen en weer afbreken. En dan heb ik ook nog mijn dagelijkse bezigheden toen op. Dus ja, dan wordt het. Dan hoef je verder niet meer aan je conditie te werken, hoor. Dat is wel best wel pittig. Dat is genoeg. Dat is dan genoeg. Ja, nu in deze periode gaan we weer 3 keer in de week sporten. Maar ja, ik denk dat zo'n periode van bezinning voor Bonaire heel goed kan zijn. Als je wil ontwikkelen tot een blue destination. Dan past dat massatoerisme al niet meer. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk heel erg vond. Ik ben toen een keer toen de 2 van die schepen lagen, naar de slavenhuisjes in Witte Pan gereden. En wat ik daar zag, vond ik echt schrikbarend. Er stonden tussen die huisjes door 6-7 van die grote bussen. Je zag die dingen helemaal niet meer. En toeristen stappen uit en die liepen zich af te vragen, wat is hier nou te zien? Want die huisjes die zijn zo, en die bussen zijn zo. Ja. Ja? En dan denk ik ook als chauffeurs van die bussen, zet die bus dan aan de overkant van de weg neer. Zet ze in een lange rij desnoods, maar ga niet tussen die dingen instaan. Ja. Ze zijn al klein. Ze zijn al klein. Het is je erfgoed wat je wil tonen. Ja. Dus, en daar kan ik me echt behoorlijk druk op maken. Ik vind het zonde. Het is de hoop dat wanneer we weer, normaal kunnen gaan draaien hier op Bonaire, dat er een plan komt, dat er, het is de vraag hoe het aangepakt gaat worden, want je zegt, de bouw ging gewoon door, maar bijvoorbeeld de horeca en alles daaromheen, die lag en die ligt nog steeds plat.
kun je zeggen, ja, langzamer ja. komt het weer op. We krijgen een paar vluchten vanaf Curaçao en Aruba, dus het pikt een beetje op. Maar wat denk jij, hoe zie jij Bonaire in de toekomst met het nieuwe normaal? Ik hoop dat Bonaire zijn eigen karakter houdt. Wat ik ken sinds eind 85 kwam ik hier voor het eerst. Toen was het helemaal ontzettend stil. Maar toen op een gegeven moment die lockdown kwam en ik ging de weg op, dan zag ik weer eigenlijk het Bonaire van 1992. Dat je eigenlijk op een zondagmiddag op de kijker komen door de brood helemaal niemand meer tegenkwam. En dat vond ik een verademing. En nou hoeft het voor mij niet zo heel stil te blijven, maar laten we in godsnaam proberen om Bonaire zichzelf te laten blijven en ons niet weer laten overspoelen door toeristen. Niet dat ik mensen kwalijk neem, maar ik bedoel, je kunt het op een gegeven moment niet meer hebben. Mm-hmm. En het is natuurlijk verschrikkelijk voor al die mensen die geïnvesteerd hebben in. Er staan hier vloten van die tourbussen tegenwoordig. Ja. Voor die mensen is het inderdaad wel heel hard gelacht. Daar ben ik wel uitermate bewust. En die zullen dan ook op de een of andere manier gecompenseerd moeten worden, denk ik. Maar ik ben bang, nou tenminste, ik hoop dat Bonaire zich niet gaat ontwikkelen tot een soort kermisattractie. Hans, het is gezellig kletsen, maar helaas zeggen de klok tot hier. Ik wil je bedanken voor je tijd en ik wens je al het beste toe. Dankjewel. Makamas abonneren, tot volgende aflevering.